Jongens, er is wat mysterieus gebeurd. Ik loop hier door mijn kasteel. Ik was nog even aan het voorbereiden om hiermee verder te gaan. En ineens zie ik een prachtig kistje daar. Ik zou absoluut Max niet heten. Als ik niet even zou kijken wat het zou betekenen. Dus laten wij dit kistje openen. Ik ben zo benieuwd wat erin zit. En ik weet dat jij dat ook bent. Maar voordat je dat doet, bam! Kijk, dat is nou een goede promotie. Dit moet je even doen. Abonneer nog eventjes. Ben je nog niet geabonneerd? Dan ben je gewoon een loser. Dat is... Ja, sorry dat ik het moet breken voor je, maar je bent gewoon een loser. We gaan voor 3000 likes. Doe het nu. Oké, jongens, laten we hem openen. Er zit een boekenquill in. Zoals gewoonlijk, elk mysterieus kistje is een boekenquill. Ik hoop dat dit over Berend en Berendina gaat. Nee, trouwens, die zijn bij Frederik. Over de, misschien de laatste vermissende dieren of zo. Ik hoop dat het daarover gaat. Nou, beste makkers, het is al een tijd geleden dat ik u gezien heb. Althans, dat u mij gezien heeft. Ik denk dat we de goede kant op gaan. Ik ben namelijk na de laatste speurtocht meteen weer aan de gang geweest. Oh, dit is de speurtocht, Geiki. Oh my days. Ik dacht dat het over de vermissingen ging, maar de speurtocht, Geiki, is volgens mij iemand anders. Het heeft erg lang geduurd en het kostte ongelooflijk veel tijd en resources. Dit betekent dus dat er een nieuwe speurtocht is. U kunt een ongelooflijk waardevolle schat vinden, echt waar. Hier zijn wat regels. Jongens, we gaan weer voor de schat. 1. Breek tijdens de speurtocht geen blokken. Alles wat u vindt zit in kisten of barrels. Of is het met redstone gefixt? Niet cheaten. Ja, dat doen we sowieso niet in content 1. En vind de schat met een best wel grappig smiletje. Hint 1. Jason de Mason voert het in zijn schild. Hier zit een luchtje aan. En dit weet ik al het heel toevallig, jongens. Dit is de eerste hint. Als je een echte content 1 fan bent, weet je dat ik een keer een wietplantage heb gevonden onder het huis van Jason de Mason. Oh, jongens, we gaan de speurtocht doen. Ik heb hier zo ontzettend... Ik ben helemaal hyped hiervoor. De vorige speurtocht was zo leuk. Maar deze tijd die er nu tussen zat was zo lang, dat ik echt denk dat dit... Ja, de echt lijpste speurtocht ooit gaat zijn. Laat even weten in de reacties, jongens. In welke episode, het is niet een nummer, maar noem de titel van die video, heb ik de wietplantage van Jason de Mason gevonden. Die woont hier namelijk. Samen met Willy. Kijk, daar hebben we een Willy. Willy, waar ga je heen? Wat gaan we doen? Je kan niet ontsnappen, dat weet je. Nee, Jason de Mason woont hier, even voor jullie duidelijkheid. En ik had een keer een wietplantage onder zijn huis gevonden. En ik wist niet wat ik ermee moest. Maar nu ik deze eerste hint lees over dat hij iets in zijn schild voert, weet ik zeker dat het over die wietplantage gaat. Laat in ieder geval even elke lever over. En elke putten die ik kan vinden. Dag, Willy. Oké, dat is hier. En hier is in ieder geval... Kijk, ik wist het. Ja hoor, jongens. Wat ben ik toch ook een goeie. Dit is puur toeval dat ik deze zo makkelijk vind. Omdat ik al wist dat dit hier gaande was. En oh my days, er is hier echt een wietplantage gaande. Oké, hier kan ik naar beneden met een lever. Maar dat doen we nog eerst even niet. We gaan eerst de barrel lezen. Hey, nog een lever. Nou, dat stop. Nemen we het wiet mee? Of laten we het wiet... Nou, laat het wiet nog heel even liggen. Ik denk dat ik verder kan. Ik doe de poort gewoon of de deur open. Even kijken wat hier gaan. Is het best mysterieus. Oh, hier kom ik niet... Ja, trouwens, ik heb een lever. Daar kom ik er wel door in. Oh my days, waar zijn we beland? Ik durf ook gewoon niet verder. Ik ben echt bang dat er wat gaat gebeuren. Wow, Mason, jongen. Of Jason. Die Jason de Mason, die heeft echt een lijp laboratorium hier beneden of zo. Of is dit één grote wiet... Ja, het is gewoon een wietplantage hier. Oh, ik hoor een zombie. Is dat de bedoeling dat ik eens... Oh mijn god, wat is hier gaande? Huh? 3, 9, 6, 4, 1, 7, 5, 8, 2. Is een wachtwoord of zo. Of na zo'n numpad. Kan ik dit... Oké, dan moet ik onthouden wat dat betekent. Oké. Allemaal zombies hier. Of zombiehoofden. Geen code invoeren voordat je de code hebt gevonden. Graag snel achter elkaar invoeren in verband met redstone. Is goed. Zombie, weet jij het wachtwoord? Weet jij welk wachtwoord het is? Het is donker achter jou. Ik kan ook gewoon amper zien wat er zit. Damn, wat lijp. Oké, maar wat is de code? 1, 3, oh, dus midden, linksboven, rechtsonder, links, midden, links. Oh, ik denk dat ik zo. Oké, dat moet ik even onthouden. Of tot ik de code heb gevonden. Er staat geen code invoeren voordat ik hem heb gevonden. Dus misschien dat dat het niet is. Maar waar zou ik dan een code vinden? Tussen de wiet of zo? Hier misschien. Oh, een shockbox! Ja, ja, boekenquill gevonden. Oké, ik moet even... Oeh, oké, prima. Oké, ik denk dat deze shulkerbox niet meer nodig is. Ik weet dat ik geen blokken mag slopen, maar ik ga hem even lenen. Ik plaats hem terug naar afloop. Ik weet dat dit geen... Oké, gelukkig kan ik zeggen, ik hoop dat dit geen kwaad kan. Want hier ga ik de boeken in doen die ik al gelezen heb, zodat ik mezelf niet verwar. Ik breng hem later terug, de shulkerbox, mysterieuze manneke. Manneke, dat zeg ik nooit. Waarom zeg ik manneke? Waarom staan al die nummers door elkaar? Bent u aan het trippen misschien? Oh ja, dat komt waarschijnlijk door de wiet. Maakt ook niet uit. Dit zal de code wel zijn voor de deur. 492. Ah, 4, 9, 2. En 4 is links midden. Dus links midden, 4, 9, 2. Gok ik. Ik denk dat het op die manier moet. Dus 4, 9, 2. Oh, jongens. We hebben hem. Oh, mijn
ineens wat goed. Oké, laat ik dit boekje gelijk ook wegleggen. 492, dat was hem. We zijn goed op weg. Zombie, dankjewel. Ik hoop dat jij een keer gered wordt hier. Overbodig dat jij hier moet zitten, hé. Oké, maar laten we doorgaan naar... Weet ik veel waar. Oeh, waar lopen we doorheen? Waar loop ik helemaal heen, jongens, hé? Oh, wat een enge gang. Wat een hele enge gang. Oh, nee. Hier naar beneden. Ja, dag. Ja, dag. Het ziet er toch niet veilig uit? Maar we gaan het wel doen. We gaan wel naar beneden springen. Oh, nee. Een infinity room. Hallo, René. Ik zie echt helemaal niks behalve René de name tag. En je kan zeker weten dat het René is, omdat ze veel achter elkaar aan het shiften was. Dat is gewoon het enige ding dat René altijd doet. Oh, maar waar moet ik heen? Wat een enge kamer. Het is helemaal wit hier gewoon. Een infinity room. Gewoon echt een oneindige kamer. Oh, hierheen. Oh, het is een dolf. Oh, maar ik zie toch helemaal niks, jongens, hier. Hallo. Alles is wit. Oké, laten we de uitgang zoeken. Hier. Was dit het al? Huh? Oh, nee, dit is nog enger. Dit is legit nog enger, waar ik nu ben. Ik wil die witte kamer... Ik wil terug. Ik wil de witte kamer terug hebben. Ik vind het zwart te eng. Het is helemaal pikdonker hier. Waar moet ik heen? Oh, mijn god. Ik kan toch helemaal niks zien, jongens. Wacht. Is het toegestaan om een lantern op mijn hoofd te doen? Oh, dan zie ik nog steeds niks. Ik zie niks. Oh, my days. En die softbox... Wacht, als ik die uitdoe... Dan zien jullie mij heel donker. Maar dan kan ik beter kijken. Kijk, nu zie ik tenminste iets. Daar kwam ik vandaan. Maar nu zie ik tenminste iets. Kijk, nu weet ik waar ik heen moet een beetje. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Kijk! Oh my days. Het is een rainbow room. Oh mijn god. Oh, wat is dit? Sinds wanneer zit dit allemaal onder mijn basis, jongens? Even voor jullie duidelijkheid, hè. Alles wat je hier ziet, zit letterlijk onder mijn kasteel. Gewoon pal eronder. Oh, wauw. Wat een lijpe kamer dit. Oké. We lopen gewoon door. Ik weet niet hoe ver dit doorgaat. Of ik hier clues moet zien. Misschien voor de speurtocht. Maar ik ga nu echt door. Weet ik van waar ik doorheen loop, joh. Echt door een of andere regenboogtunnel gewoon. Wauw. Vind je dit nou ontzettend gaaf? En ben jij nou benieuwd wie de mysterieuze speurtocht meneer is? Ik ben dat namelijk ook. Laat dan even een reactie achter met wie jij denkt dat dit allemaal in elkaar gezet heeft, jongens. Wie is de speurtocht meneer? Of mevrouw, hè? Mogen we ons niet even vergissen. Het kan ook een speurtocht mevrouw zijn. Het hoeft niet specifiek een meneer te zijn. Ik weet niet of het man of vrouw. Niet meneer. Oké, laten we doorgaan. We hebben het einde van de tunnel bereikt. En ben ik nog ondergrond? Hallo? Waar ben ik beland? Wacht even hoor. Ik ben door een... Wow. Waar is dit heen? Ben ik nog wel onder... Ik wist niet dat ik zo diep onder de grond zat dat dit helemaal... Waar ben ik dan? Hier staat een kistje. Laten we die eerst even lezen. Het wordt steeds erger. U ziet allemaal hallucinaties. Oh, ik ben natuurlijk aan het trippen door die wietkamer. Oh, dat is het. Ik snap hem natuurlijk. Die wietkamer daarnet, die heeft... Heb ik te veel geroken en nu trip ik. Wat moet u hier doen? Er is aan de andere kant van deze kamer een deur die alleen open te krijgen is door middel van een code. Deze code vindt u door vragen goed te beantwoorden. Het goede antwoord kan boven of onder zijn. De positie van de levers. Oké, dus boven of onder is heel simpel. 50-50. Gebruik hiervoor uw internet niet. Ik beloof het. Dit zijn vragen die u zou moeten weten. Oké, dat komt goed. Als u het echt niet meer lukt, mag het natuurlijk wel. Ja, maar we gaan zonder internet doen. Er zijn in deze kamer 12 vragen te vinden. Zoek naar kisten of barrels. Je mag vliegen. Je mag vliegen. Oh, met mijn elytra. Ik wou het zeggen. Ik kan toch helemaal niet vliegen. Hak alleen geen blokken. Laat ik de eerste vraag maar gelijk stellen. Hopelijk kent u uw video's goed genoeg. Weer met een gekke smiley. Vraag 1. Welke kijker won het ladder event? Kifke of Kasboy? Dat is Kasboy, want Kifke, die won... Helaas, wat zeg ik nou? Die won niet het ladder event. Die won het 1-blok event. Die had Kifke gewonnen. En dat is de eerste vraag. Dus vraag 1 is... dat is boven of onder. Ik snap hem. Dat is dan onder. Kasboy. Naar beneden. Kasboy. Oh, en als deze hele code dan goed is, dan gaat deze deur open. Maar waar ben ik? Waar is dit, hé? Hey? Wat is... Oh... My days, jongens, ik zie het al. Ik zie al waar ik ben. Wow, dit is in mijn grot. Oh, jullie weten natuurlijk dat in mijn kasteel heb ik 2 ingangen naar die grot. En die waren allebei... René! Hallo! René, heb jij dit gedaan? Nee, natuurlijk niet. Huh? Maar hoe kom jij hier dan? Die grot was toch ingestort? Of is die nu ineens open? Of je hebt hem opengehakt? Je hebt hem opengehakt? Oké, wauw. Damn, ze zag waarschijnlijk mijn name tag en ze heeft hem opengehakt. Dit is in de grot, jongens. Maar dan is hij niet... ingestort daadwerkelijk. Dan heeft iemand hem laten instorten. Dan weten we dat ook gelijk. Oké, maar laten we alle puzzelvragen bij elkaar rapen. En dan zet ik deze in het midden hier. Daar zet ik al mijn andere boekjes in. Oké, dit is vraag 6. Hoeveel spieren heeft de mens? Deze gaan we gokken. Deze gaan we gokken. Ik gok. Oké, vraag 6. Nee, ik gok gewoon een 692.
Een hele moeilijke vraag, moet ik wel zeggen. Er stonden dingen die jij moet weten. Hoe moet ik dat weten? Hoeveel spieren er in een mens zitten? Oké, okay, de volgende zoeker. En vliegen is toegestaan. Ja, dat snap ik in de ruimte. Oh, daar hebben we er eentje. Ja. Vraag 4. Denkt u dat ik hulp van een andere content veener heb gehad tijdens het maken van deze... Ja, ja, absoluut, absoluut. No way dat iemand dit in zijn eentje gedaan heeft. Ik ben ook zo benieuwd welke content veener dit was. Vraag 4. Ja. Absoluut is hier hulp bij geweest. Of, zo niet, even goed respect, maar zo niet... Damn. Als je dit alleen hebt gebouwd, echt damn. Jongens, jullie moeten even een mysterie voor mij ontrafelen. Dus ik wil echt weten wie dit doet. Wie heeft dit gedaan? Hier is weer een kist. Vraag 12. Welke kijker won het event? De laatste kijker die stopt met rennen wint. Dat is Wouter. Ja, ik heb mijn eigen eventwinnaars goed hoor, jongens. Wouter23 die won dat event. Dat is vraag 12. Dus dat is omhoog. Die staat al goed. Laten we deze chocobox eventjes, die ik uit de wietplantage heb meegenomen, even hier zetten. Zo. En dan deze kist pakken. Vraag 2. Wie heeft zichzelf opgeofferd met de stoelendans event? Lijken bosbes of lijken softijs? Dat was lijken bosbes natuurlijk, jongens. De bovenste. Dus dat is... welke is dat? Vraag 2. Vraag 2 kan omhoog blijven. Oké, dan moeten we nu denk ik gaan vliegen. Anders komen we er niet bij. Want volgens mij heb ik elke van de begaande grond heb ik al. Ik zie er daar eentje. En daar ook. Oké, maar... ik wil niet dood. Ik wil niet dood. Als ik ergens te hard tegen haken, dan ben ik dood. Oké. Auw. Oh nee, het was mislukt. Poging 2. En... Hoppa! Vraag 7. Hoeveel afleveringen heeft Content Veen seizoen 1? 65 of 63? 65 of 63? Jongens. Oh. 65 of 63? Volgens mij 63. Vraag 7. Volgens mij 63, zo. Weet het niet zeker. Dat is het hele ding. En dan was hier op dit ding was er nog één. Zo. Ah, wat... Wat een lijp planeet hier, hé. Oh my days. Vraag 10. Vond u de vorige speur toch leuk? Leuk of beetje saai? Nou, eerlijk gezegd... Nee, tuurlijk vond ik hem leuk. Tuurlijk vond ik hem leuk. Maar vergeleken met deze speur toch was die echt niks. Die was die echt helemaal niks. 10, zo. Vergeleken met deze dan, hoor. Dan hebben we er meer nodig nog. Hoeveel heb ik er nou al gehad? Oh, daar staat er nog één. Auw. En we landen op Saturnus hier. Zo. Zoals er komt er ook nog een vraag. Hoeveel planeten zijn er rondom ons sterrenstelsel? Aangezien er allemaal planeten hier zijn. Welke kijker heeft als allereerste een focus drink event gewonnen? Walnootje of kapitein? Platoog natuurlijk. Dat is naar beneden. Welke vraag was dit? 3. Vraag 3 is dus naar beneden. Oké, tot nu toe gaat het goed. Tot nu toe gaat het erg soepel. Welke vraag was dit? Dit was vraag 1. Vraag 6 was dit. Ga eens even een beetje sorteren, jongens. Vraag 4 was dit. Dit was vraag 12. Vraag 2 hadden we al. Oké, jongens, we moeten er nog 4. We moeten nog 4 kisten vinden. Sowieso staat er ook één op dit rode bolletje hier. Ja, tuurlijk. Hoppa. Dan gaan we gelijk die daarna die daar pakken. Dus wachten we heel even met de vraag lezen. Eerst even deze pakken, nu we hier toch hierboven zijn. Zo. Had ik die al? Op deze gele bol hier. Nee, die had ik ook nog niet. Oké, dan moet ik er nog 1 vinden. Ja, die vinden we wel. Laten we eerst de vraag even lezen. Vraag 8. Wat voor soort dak had Flora in Content Veen seizoen 1? Dat is een dak van Amethyst. En dat is vraag 8. Oftewel, vraag 8... is. Ik moet even kijken welke het was. Amethyst, dat is naar boven. Dus die staat al goed. Dat is prima. Vraag 5. Wie offerde zich op voor 10 euro in het onderwater event? Dat is niemand. Want niemand heeft zichzelf opgeofferd voor 10 euro in het onderwater event. Dus laat ik deze... Ik denk dat deze vraag fout is. Dit is namelijk volgens mij het kleurblokjes event. Want daar had voor 10 euro Alice Sakpa het gedaan. Dus dan doen we dat maar zo. En dat was naar beneden. Als ik het fout heb, komen we er zo achter. Of we zien dat... Ja, geen idee, het zal wel. Vraag 11. Hoeveel procent van de oceaan is ontdekt? 5%. Best weinig. Wie weet wat voor enge dingen daar op de zeebodem schuilen. Dit was vraag 11 naar beneden. Zo. Oké, dan mis ik alleen nog 10, volgens mij. Oh, trouwens. Nee, wacht eens even. WJ on PC had zichzelf wel opgeofferd. Het spijt me. Ik weet niet wie dit gemaakt heeft, maar ik heb mijn eigen video's niet. Het was wel het onderwater event. Onderwater event. En dan... Sorry. Oh, sorry. Dus vraag 5 is wel naar boven, denk ik. Zo, hoppa. Dus ik kan me herinneren dat daar ook iemand zich voor 10 euro had opgeofferd. Maar dat was niet hier Alisa Kappa, volgens mij. Want dat was, ofwel, of niet. Ik weet het allemaal echt niet meer, jongens. Ik ben zo in de war. Ik ben Nee! WJ op PC had verloren. Dus het was wel naar beneden. Ik ben echt een idioot. Oké, laatste kistje zoeken. Gevonden, op de groene planeet natuurlijk. Vraag 9. Hoeveel verschillende soorten parrots zijn er in Minecraft? 5 of 6? Nou, weet je, aangezien de deur nog niet is geopend, zullen het er wel 6 zijn. En dan heb ik de vraag, denk ik, goed. Dus dat is 9 is naar beneden. Is dat zo? Oh god, ik heb iets fout. Oh nee. Nee, nu weet ik het niet meer.
Oké. De vraag van welke ik het niet zeker weet zijn 9. En die met de spieren. Oké, jongens, ik heb er 4 waarvan ik het gewoon niet weet. Dit is de oceaan. Denk je dat ik hulp heb gehad? Nou, ik ga er vanuit van niet. Maar je weet maar nooit. Hoeveel spieren heeft de mens? Nou, weet ik veel zo. En hoeveel parrots zijn er? Ja, dat weet ik toch ook niet. Oeh. Oké, ik ga er gewoon vanuit dat er wel hulp is geweest tijdens dit. Daar gaan we vanuit. Er zijn er nog maar 3. 3 die we even alle opties van moeten overwegen. Oh! Ja! We hebben hem! Jongens, ik was maar op een gegeven moment ding aan het gokken. Maar we hebben hem eindelijk. Oh, we kunnen verder. Ik heb hier echt heel leuk gezien. Wat een lijpe kamer. En dit ga ik gewoon houden, dit. Dit is voortaan hier het uitzichtpunt wat je kan krijgen als je daar loopt. Oh mijn race. Ik moet weten wie dit gaat aan. Misschien moeten we schapen zoeken. Dit kost wol, dit kost glas, dit kost van alles. Oké, welkom in. Oh mijn god, ik dacht even dat ik in Satans kamer was. Maar dit is een ondersteboven kerk volgens mij. Jezus, hé. Oké, hier is een lift. Ga je nou ook al dingen ondersteboven zien? Best eng zo'n kerk. Ja, ik vind het behoorlijk eng dit, moet ik zeggen. Moet ik hier iets doen? Ja, dit is een boekenkwil voordat ik wegloop. Zo moeilijk was dat toch niet, hè? Ja, jawel, dat was wel moeilijk. U gaat naar deze coördinaten toe. X, 2, min 2355 en Z. Oh, 4573. Wat vet. Oké, maar we gaan wel die kant op. 1, 2. Hoppakee. Waar komt dit uit? Oh mijn god, als ik dit nooit eerder heb gespot, hè, dit water. Help! Oh, dit is een drempel. Ik wou dat zeggen. Oh, dit staat hier. Dit had ik dus al eerder kunnen vinden. Nee, jongens. Maar ja, dit is een plek waar je nooit komt. Buiten mijn muren, dit. Hier moet jullie zien. Dit is letterlijk... Oh mijn god, ik was wel hier laatst met de aanval op Julian. Maar hier kom ik dus nooit. Oké, laten we even wat vuurwerk halen. Maar ik wil nu ook gewoon hier kijken. Ik wil het eerste wat ik wil doen is hier kijken. Ja, het is open. René heeft het gewoon open gehakt. Die zag al zijn mijn name tag. Oh... My days, wat staat hier? Oehoehoe, mooi Efteling momentje. Oh, dit is zo'n droomvlucht, dat je daar zo voorbij komt zo. En dan bij de droomvlucht, dan denk ik, kom je hier even voorbij en dan kan je zo kijken. Wauw, en dan ga je weer verder zo. Dit gaan we absoluut houden, dit. Laten we deze energy even meenemen, just in case. Maar ik moet wel trouwens plaatsen en mijn vuurwerk eruit pakken. Even de coördinaten opzoeken, jongens, we gaan erheen vliegen. Oké, jongens, als het goed is zijn we er bijna nog maar 500 blokjes ongeveer verwijderd. En ik weet niet wat ik moet gaan vinden. Dus misschien moeten we goed gaan zoeken naar een kist of een barrel of een weet ik wel wat. Ik hoop in ieder geval dat ik het kan vinden. Wat? Wat? Wacht even. Wacht even. Wat is dit? Wat lijp. Wow. Wat is dit voor mechanische vliegende vissen? Ik schrik me helemaal kapot. Oh my days, jongens. Het is zo'n... Het lijkt wel... hoe heet die film? Mortal Engines, jongen, dit. Jezus. Zo'n lampjesvis is het ook echt. Wow. Wie heeft dit gemaakt, hé? Oh... My days. Ik heb hier oprecht even geen woorden voor je, jongens. Wat? Wauw, oké, laten we naar binnen gaan. Via hoe? Via de mond? Ik denk de mond, hè? De mond lijkt mij een gave manier om naar binnen te gaan. En ik denk ook de ingang, gok ik. Oh, vindt het boek, sloop niks. Nee, ik zou niks durven te slopen. Hallo, Pumpkin. Oh my days. Dit vind ik zo cool. Oké, vindt het boek. Nou, ik kon al van buiten hier ergens een barrel zien. Dus laten we eerst even dit doen zo. Check of het hieronder zit. Nou, trouwens, dat komt zo ook. Zie, kijk, hier zitten al die barrels. Vindt een boek. Hallo. Dit is een naald zoeken in een hooiberg. Heet het zo? Naald in een hooiberg zoeken? Hey, gevonden. Laten we eerst de oude even wegleggen nog. Dat is die. Oh, maar wat, het is gewoon echt een battleship, dit. Sinds wanneer vliegen vissen? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ga die drugs nu al missen. U heeft de volgende hint in ieder geval gevonden. Er is een parcours die u kan halen in seconden. Niks vals spelen, anders kom ik de schat zelf stelen. Oh jee. Ga de vis uit, meteen door naar links. Nee, deze keer geen swings. Hey, het is een rijpje. Ik zal je dat trauma besparen. Je hebt naar de vorige speur toch genoeg ervaren. Oh mijn god, het is de hele tijd al een rijmpje. Oh mijn god, en ik lees het ook gewoon niet in rijmvorm. Zeg niet dat de hele tijd al rijmvorm is. Ik lees het alsof het normaal is. Maar het is de hele tijd al een rijmpje. Hier, ik ga de... Hier, ik snap hem. U ziet het vanzelf wel. Ga dan nu... U ziet het vanzelf wel. Ga nu maar meteen, anders word ik wel een beetje gemeen. Oh, wacht even. Dan moet ik even controleren. Was het eerste boekje ook een rijmpje? Nee, nee, nee. Oké, alleen deze. Alleen dit was een dingetje. Oké, ik moet gelijk naar links gaan, is me verteld. Laten we eens even slapen dat het dag wordt. Oké, en dan gelijk uit de vis naar links. Is daar een parcours dan? Oh, ik wil zeggen, dat is het, maar dat is die mindshift. Ik wil niet eens uit de vis. Ik vind het veel te leuk om in die vis te zijn. Echt waar. Wauw, hé. Wauw, dit gaat een monument worden, deze. Dus ik ga een portal hier naartoe bouwen. En ik wil dit gewoon als monument hebben. Dit mag nooit verdwijnen. Of misschien als je het doet, dan vliegen we hem naar mijn kasteel toe gewoon. Als battleship. Wauw. Oké, maar waar? Waar is hier? Toortjes, toortjes gevonden. Een pijl. Het is een pijl. Woehoe, volg de pijl. Moet ik hier dan in? Of is het...
Oh, wacht, hier torches. Oh, mijn god, hierin, hè? Ja, dit is hierin. Dit is het waarschijnlijk. Oké, daar gaan we. Oh, mijn god, dat ging net aan goed. Oh, waar ben ik beland? Huh, is dit natuurlijk gebouwd? Of is dit... Of is dit natuurlijk gegroeid of is dit gebouwd? Nee, dit is sowieso een natuurlijke grot en dan helemaal aangepast. Wauw, oké, ik moet het parcours halen naar daar. Wat zit daar boven? Een barrel. Oké. Laat ik even mijn walnut wire wel ophouden in case dat ik val. Want ik, ja, stel ik val, dan kunnen we in ieder geval mezelf nog recoveren. Daar gaan we, hoor. Oeh, parcours is best wel simpel zover. Oh, deze sprong niet. Dat zie ik nu al. Nou, ik wou net zeggen, deze sprong is niet simpel. Ja. Oké, dit vind ik vervelend dat dit ding hier zit, maar... Nee, dit ga ik niet gebruiken. Ik denk dat ik eromheen moet. Ik moet hem wel gebruiken. Ja. Oké, we zijn ver. We zijn enorm ver. Dit zijn niet zo moeilijke sprongetjes die op die ladders. Dit ziet er ook niet al te uitdagend uit, gelukkig. Dit wel. Dit ziet er heel eng uit. Ben ik er bijna? Oh mijn god, het is het ver. Oh, wat is dit ver, jongens. Ik begin helemaal te zweten, joh, van dit parcours. Oh, dit gaat mijn damage doen. Oeh, oh, niet eens. Huh? Oké, deze, dit is een hele... Ja, deze sprong die vind ik een beetje te veel, jongens. Nee. Oké, we hebben hem gehaald met momentum. Het ging... Oh, mijn god, ik moet momentum bouwen. Ik zie het al, jongens. We gaan het momentum bouwen. Kijk erop. Vanaf hier is het momentum. Vanaf hier is het momentum. Oh, my days. Mijn elytra. Mijn elytra ging open. Ja, maar... Oh, dat doen we hem wel af. Alleen hoop ik niet dat ik dood ga als ik land. Laat ik in ieder geval even hier mijn bed zetten. Mijn spawnpoint. Stel, ik ga dood of niet het hele pokkeind opnieuw te vliegen. Jongens, we hebben hem... Op een gegeven moment bedacht ik me... Hey, ik kan ook via dit hoekje hier. En dan... Oh, mijn god. Die zombie had me er bijna afgeslagen. En dan door. Ga dood. Ga weg. Weet je wat, dan gaan we gewoon verder. Oh, maar wat is hier moeilijk, jongens, dit parcours. En er zitten ook gewoon geen checkpoints in, hè. Dat vind ik wel heel, heel eng. Dat er geen checkpoints in zitten. En het beste zou zijn als ik in één keer door zou gaan. Dan zou je een beetje je momentum houden. Maar ja, moet je dat ook nog maar eens doen, hè. In één stuk doorrennen. Oh mijn god, deze sprong. Hier heb je momentum voor nodig, jongens, voor deze sprong. Ik ga hem niet halen, ik ga hem niet halen. Ik... Oh, dat bedoel ik. Ik ga hem niet halen. Oh, trouwens. Kan ik nu niet... Een gedeelte overslaan. In plaats van weer alles opnieuw doen. Ja, dat gaan we ook gewoon doen. Dit is mijn checkpoint. Oh mijn god, en dan faal ik hier. Dat meen je. Oké, jongens, we gaan het nog een keer proberen. En vanaf hier gaan we het momentum behouden. Want ik, ja, trouwens, alleen dat zie ik nog. Maar volgens mij hoef ik geen één keer meer op zo'n lift te springen. Dus, erop, hè. Momentum, momentum. Laat maar. Oh, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Oh, alsjeblieft. Alsjeblieft, nu kan het niet meer fout gaan. Alsjeblieft. Ja. Ja, ja, ja! We zijn er! Oh, dat heeft zo lang geduurd. Oké, en wat erin zat waren potions of water, water breathing en potions of invisibility. Oh nee, wat moet ik doen? Al die raadsels en rijmpjes, het lijkt wel een vloek. De laatste coördinator vindt u hier in dit boek. Kijk, nu weet ik dat het rijmt. U bent dicht bij de schat. Kom op nog even. U hebt het bijna gehad. Doe uw vleugels weer om. Je mag weer een eind vliegen. Vindt u dat stom? Ja, op zich, het duurt best wel lang. De schat is, wel, is het wel waard. Nog meer dan een netherite zwaard. Daar ben ik blij mee, want die hebben we al. Hopelijk geeft u dit wat meer een... Huh? Hopelijk geeft dit u wat meer hype. En vindt u de schat echt heel lijp. Ja, ik vind tot nu toe de puzzeltocht echt heel lijp. Of de zoektocht. Vlieg nou maar gauw. Want straks zie je alleen nog maar blauw. Ja, dat klopt. Neem deze potions mee. Ze komen goed van pas. Speciaal voor uw gebrouwen in een flesje van glas. Oké, nou. Dan hopen wij dat we eruit kunnen vliegen. Juist, we zijn eruit gevlogen. En dan moeten we de goede coördinaten even opzoeken. Dat was min 338 en 3260. Dat gaat weer een eindje vliegen zijn. Yeah. Oh, het is een kraken. Een octopus. Dat had ik niet verwacht. Oh, mijn days. Wacht even hoor, laten we nog even een beter blik hiervan krijgen. Een beter uitzichtpunt. Oh my days, het is gewoon een soort kraken. Kraken, grote octopus. Weet ik veel wat voor meuk het is. Damn, laten we eerst het boekje weer opbergen. Zo, ze hebben veel inkt gebruikt hiervoor. Oh nee, niet die beest, ik haat die echt. Zeg maar niet dat ik iets moet zoeken in de tempel. Oh, nog meer potions, nog meer potions. Oh, hij werkt invisibility met die. Ja hoor, het is weer zover. Het laatste gedeelte van de speurtocht is gedaan. Ik laat er van bijna een traan. Toch wel weer jammer, na zo lang bouwen en na het bedenken, we nu weer een schat kunnen schenken. Dat is toch leuk? Kijk hoe leuk ik het nou vind. Zoveel tijd ingestoken en niet eens één regel verbroken. Voor mijn gevoel is die zin er maar meer geworden, zodat het maar even rijmt, weet je. Zo'n speurtocht is altijd wel snel gebeurd. Hopelijk wordt deze ook goedgekeurd. Deze is meer dan goedgekeurd, deze speurtocht. Toch weer eens wat anders dan dat zand elke keer. En nou ben ik ook best wel skeer. Is het een hint naar wie het is? Toch wel eens wat anders dan dat zand elke keer. Is dit een hint? Gelukkig heeft u potions gekregen
die u zullen helpen. Het ligt hier vol met schelpen. Ga nou maar snel, vind de schat in deze hel. Oh, hij is hier ook echt de schat. Keer daarna terug naar huis en geniet van de schat. Groet onbekend. Jongens. Ten eerste, wat een goed gebruik van die amethyst dingen, want het lijkt net op zuignapjes. Het lijkt serieus net op zuignapjes. Maar laat ik nu mijn gear aandoen. En dan, of uit, een water breathing potion nemen. Een invisibility potion nemen. Wegdoen, hoe lang duren ze? 8 minuten. Ik heb er nog een paar ready hier zo. En laten we het water induiken. Hoppa! En op zoek gaan naar deze schat. Oh mijn god, het is echt een... Ik moet echt... Oeh, pas op dat ik ze niet aardig. Want dan hebben ze volgens mij wel door dat ik er ben. Laten we in ieder geval zwemmen. En zoeken naar de schat in dit prachtige tempeltje. Deze tempel is niet gebouwd waarschijnlijk door hun. Dit is gewoon zo'n natural generated tempel. En ik kan een beetje gokken waar het is. Wat is dit? Is dit een deur? Ja, dit is een deur. Is dit een schat? Heb ik hem zo snel gevonden, de schat? Meen je dat? Meen je dat? Dit is hem. De schat is gevonden, jongens. We hebben hem. Allemaal even de reacties. We hebben hem. 20 diamonds. Een mega overpowered trident. Een helmet. Nog een helmet. Sea lanterns. Prismarine shard. Crystals. Trouwens, gewoon netherite scraps. Waar ik 1 netherite van kan maken. De zalm. Nog meer crystals. En dit. Jongens, hier. Jullie willen niet weten hoe blij ik ben met die turtle egg. Nu kunnen we eindelijk schildpadden toevoegen aan ons kasteel. We kunnen onze eigen schildpadden hebben. We hebben hem. We hebben de zoektocht compleet, jongens. Gecompleet. Mission complete. Laten we hier snel weggaan. Laten we snel naar boven gaan voordat de posters zijn uitgewekt en ook worden aangevallen door die rotbeesten. Oeh, daar had je er eentje. Snel hier weg, 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 weg. Bij de octopus hier weer opstaan. Dan doen we even snel alle armor aan. En dan vliegen we hier weg. Nee, hij leest het me. Oeh, ik was bang dat hij me te pakken zou krijgen. Nee! Me light rusten! Ik wist het. Ik denk, waarom is het geluid ineens weg? Oh, ik ben nog ook onzichtbaar. Nee, de walnut waaien, jongens. Ik heb ook geen boot bij me. Oh, nee. Wat heb ik in mijn chest zitten? Wacht even hoor. Nee. Ik dacht dat mijn vuurwerk gewoon oppast en dat ik daarop viel. Maar dat klopte nu ook niet. Dat zou ook niet logisch zijn. Nee. Nou, dat wordt het laatste stukje zwemmen. Yeah. Het is goed, dan zijn we er wel bijna. Ha, kijk, zo makkelijk gaat het nou. Julian, leuk dat je er nog steeds staat. Zo, op een paaltje. Echt gezellig zo. Heb je een beetje kunnen bewaren? Hey Maurits, kijk, daar zijn we Julian hier. Oh jongens, wat is het heerlijk om thuis te zijn. Maar wat een ontzettend gave speurtocht. Ik heb echt gewoon geen woorden voor hoe gaaf deze speurtocht is. Wauw, echt bizar. Legit bizar. Ik heb turtle eggs. Ik denk dat ik die volgende aflevering even ga plaatsen. Alles wat ik hier heb gekregen, wil ik volgende aflevering eventjes goed een plekje gaan geven. Oh, natuurlijk mijn elytra stuk. Daar is een nieuw winkeltje voor, jongens. En die ga ik jullie ook volgende aflevering laten zien. Maar wauw, wat was dit ongelooflijk gaaf. Echt waar. En heb ik al plek voor potions? Ja, nee, natuurlijk niet. Laten we die maar gewoon hier doen even tijdelijk. Alle potions die ik heb. Oh, trouwens, ik heb wel plek voor potions. Hier, ik heb plek voor potions. Hoppa. Kijk, die kunnen we er allemaal in douwen. Hebben we nog gewoon 40 diamonds hier uitgekregen? Of ben ik gek? Heb ik zo ontzettend veel diamonds gekregen? Damn. Echt waar, damn. Hey, maar als het goed is, een van deze helmpjes, protection en unbreaking. Kijk, volgens mij... Ja, deze miste nog een helmpje. Hoppa, heeft hij ook weer gelijk zijn helmpje op. En dan deze, die doen we hierop. Ik vind die helmpjes wel leuk om altijd te plaatsen in mijn kasteel. Zo, dan hebben we dat ook weer gedaan. Alles weer even gesorteerd. Deze kamer moet overigens nog af, maar dat komt wel. Maar wauw. Wat ben ik onder de indruk door deze grot. We kunnen in ieder geval dit eventjes eindelijk een keertje weghalen, zo. Dat het er gewoon weer netjes uitziet, die grot. Want ik denk, dat is dus de reden waarom dit ingestort was. En er stond niet betreden. Ik respecteerde dus wel de policy die ze me achterlieten. Dat ik hem niet mocht betreden. Maar nu ga ik hem alweer netjes maken. Wauw, wat is dit cool, hè? Deze ruimte hier. Oh my days. Ik denk dat ik hier ook gewoon... Ja, ik ga hier ook gewoon... Nee, ik heb geen lighter meer. Oh, ga ik hieruit komen? Oh, ik weet wel. Kom maar goed, kom maar goed. Jongens, dankjewel voor het kijken in deze video. Dit was de leukste speurtocht die ik ooit heb gedaan. Ik heb veel maps aan de kijkers gedaan. Allemaal ook heel gaaf. Daar zaten ook wel echt een paar clean tussen. Maar het feit dat dit in Content Fame gedaan is. Dus zo close to home, als het ware. Dat is gewoon, ja, dat is echt unreal. Dat is echt heel gaaf. Dus dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer zeker even op mijn kanaal. Like ook even. Kijk nu lekker deze video. Dit is het vorige Content Fame deel. Ook een heel leuk deel. Wil je nou nog meer Content Fame zien? Moet je gewoon even deze kijken. Of gewoon de hele playlist. Er is ook gewoon een hele als playlist. Voor nu spreken we later van Aswa tot 4 plus 4. Tot de volgende keer! Yeah!